Wat is up, mensen? Marcus Wardwijns hier met vandaag weer een nieuwe video. Nou, je weet, het is donderdag. Je weet wat we dan doen. Dan doen we die Weekend League Rewards. En waarschijnlijk pas over 2 of 3 weken de Monthly Rewards voor december. Maar doe vast een duimpje omhoog als je dat nog niet gedaan. En vergeet vooral niet te abonneren op YouTube. Unsubscribe soms, mensen. Dat kan gebeuren natuurlijk. Maar het zou leuk zijn als we natuurlijk over deze bij kregen. Ik bedoel, dan kunnen we gezamenlijk naar meer dingen toewerken. Heb ik meer aan jullie tips en hebben jullie meer aan wat ik jullie meegeef? Nou, de Weekend League Rewards zijn er. En als je kijkt naar mijn Weekend League, dan is het sowieso een redelijke maand geweest. Ik bedoel, ik gold 1 gehaald voor de week. En voor de maand heb ik 24 wins op dit account. 50 coins en 2 Jumbo Rare Player Packs. En ik ben best tevreden met hoe ik het nu doe. Weet je, het kan beter. Ik heb 1 Weekend League gewoon, heb ik gezegd, want ik laat hem bijna wel gaan. Omdat ik ook maar 18 wins of zo, dus stopte ik. Want voor de maandelijk is het niet heel handig. Want als je bij mij kijkt, dan zie je rechts onderin, zie je 88 wins. En voor Elite maandelijks is 112. Nou, ik zag het in de comment onder een Missie Mark video van gisteren. Wat is nou het verschil tussen Gold maandelijks en Elite maandelijks? Bij Gold maandelijks krijg je 3 gouden informs uit alle mogelijke informs van de voorgaande maand, zeg maar. Dus jij krijgt al mid-januari of zo, wanneer ze die rewards doen, krijg je 3 gouden informs van alle gouden informs uit de maand december. Niet naar keuze of zo, het is gewoon op random. En bij Elite is dat geloof ik 12. Dus dat zou belachelijk sick zijn. Daarom ga ik voor Elite voor de maandelijks plus. Het is gewoon voor mijn eigen gevoel en mijn ego is het wat beter. Maar 50.000 coins is sowieso hartstikke mooi voor Gold 1. Ik krijg 2 Jumbo Rare Player Packs. Wat dus geloof ik 100k packs zijn. En we gaan het zien. Ik heb niet eens echt grote eisen. Weet je wat zou leuk zijn als ik... Oké, het zijn decent flares. Die Marquis Verratti. Oké, die verkoopt waarschijnlijk wel, dus dat is zeker het probleem niet. Ik bedoel, ik ben sowieso tevreden met Verratti natuurlijk. Wie zou dat niet zijn? En het mooie is dat ik gisteren al meer dan genoeg coins verdiend heb. Ik bedoel, je ziet nu linksbovenin, ik heb nu al 351.000 coins. Ik ging gisteren van 170.000 naar 300.000 coins. En het mooie is, even kijken, want hij verkoopt, dat weet ik. Kijk eens aan, 6.700 coins, geen bot. Oké, we listen hem, want de reden dat ik zo gestegen was, is ik wist dat die Team of the Week 15 Squad Building Challenge er zou komen. En wat ik daardoor gedaan heb, is ik heb heel veel 84 rated spelers ingekocht. Ik had wat Kaitans ingekocht en wat discard informs. Met als gevolg dat ik daar gewoon heel veel coins aan had verdiend. Wat natuurlijk voor in het totaalplaatje is dat hartstikke lekker voor mij. Nou, hij gaat voor 12.500 en die heeft 35 seconden. Maar 13.750 heeft geen bot. Dus ik list hem wel voor 12.500 en dan vind ik het ook prima. Ik bedoel, ik ga vooral die nooit gebruiken. Ik gebruik de Leaf persoonlijk al niet echt. Deze gasten kan ik allemaal wel bewaren. Ik bedoel, sommige ervan kunnen nuttig zijn voor SBC's. Zeker in de nabije toekomst. Dus we bewaren dat soortje. Plus wat kan het kwaad, weet je wel. Voor discard krijg je 10k meer voor. Ja, dan kan ik ze net zo goed bewaren voor SBC's. Oh, dit is een hele... Dit is best wel grote. Wie is dit? Matuidi. Nice. Serieus nice. Oké, dat zijn 2 goede Gold Aim Reward Packs. Weliswaar niet, weet je. Het zijn geen walkouts. Het zijn geen informs. Maar dit soort spelers zijn beter dan sommige informs hier zijn. Dat weet jij, dat weet ik. Dus we gaan eens kijken. Matuidi zal iets meer zijn in mijn hoop. Ja, ja, bot van 37,5. We'll take that one. Hartstikke lekker is dit. Echt hartstikke lekker. Bot van 37,5. Dat is ook waar we hem voor gaan listen. Dat teken ik echt voor hoor. Kun je er lang kort over doen. Maar ik ben daar gewoon hartstikke tevreden mee natuurlijk. Oké, de rest. Moutinho zou kunnen verkopen. Misschien een beetje. Het is dan niet waard. Als het onder de 2, onder de 3k's, dan vind ik het dan niet waar. Nou, bepaalde spelers hierin zijn wel goed. Ik weet bijvoorbeeld dat als ik binnenkort, of ik ga misschien een missie markt hier maken. Sommige van jullie lopen nog niet zo ver als ik qua coins. En ik ga bijvoorbeeld de Casio A, dat heb ik natuurlijk al, La Liga Santander hier maken. Nani zeker wel, geef hem gewoon een jager of speelkermisje stel. Helemaal niks mis mee. Carnesi schijnt goed te zijn, dan voor een Casio A-team weliswaar. Carrizo niet, die vind ik dit jaar minder. Gewoon vooral slomer. Hoe heet dat nou? Mathieu is belachelijk goed dit jaar. En voor de rest, Rafinha nog. En daar blijft hij natuurlijk bij. Maar dan ga je ook onder de 80 rating. Dus daar moet je liever versteld van staan. Ik weet dat er ook een comment was die zei van... Hey Mark, je hebt eindelijk haar. Ja, maar ik ga vandaag, letterlijk op het moment dat je dit kijkt, als het goed is, ga ik ook naar de kapper. Dus ja, zeg maar rip tegen die haren, want die zijn weg. Oké, top. Kijk eens aan, jongens. 6800 coins voor die Williams. 37,5k voor mijn Tweedy. Verratti gaat er nog uit, wat betekent dat ik dankzij deze rewards, inclusief dan weliswaar de coins die ik kreeg, ga ik gelijk over de 400.000 coins heen. En dat is fucking lekker, want mijn Weekend League team, want ik doe dat altijd bij deze video's, ik laat ook gelijk mijn team zien voor de Weekend League, is iets anders nu. Het is ietsjes anders. Ik heb Kevin de Bruyne verkocht,
Dat deed ik zodat ik die investeringen kon doen voor de SBC's. En daar ben ik uiteindelijk natuurlijk hartstikke tevreden mee. Want dat levert me 130.000 meer op dan wat ik had. En het is gewoon prima. Milder als CM, heb ik ervaring mee, kan prima. Ik bedoel, zijn stats voor mij zijn ook gewoon prima handig. Zeker omdat hij best wel vaak wissel was geweest. Rooney als Cam, heeft hij de stats voor en het is geen probleem als het niet lukt. En Lukaku met de Hunter Camp stijl. Ik wil een linkspoot op linkspoot. Een linkspoot op linkspoot. Ik wil een linkspoot op linkerspits hebben en een rechtspoot op rechts. Voor mijn gevoel is dat altijd gewoon de beste keuze om te maken. En in totaal werkt het goed. De bronzen bank, ik ben benieuwd wat dat voor me gaat doen. Ik weet dat heel veel mensen zeggen, ah, het werkt alleen als je top 100 haalt. En dat weet ik. Maar ik ben benieuwd of het ook invloed heeft op de mensen waartegen ik match. Misschien wel lastiger, misschien wel makkelijker. Ik ben benieuwd, we gaan het doen. In ieder geval, Gonalon komt er dan meestal in voor Matic. En dan natuurlijk Moussa en Insigne op de spitsposities of CAM. Waarschijnlijk Insigne zou op CAM kunnen, maar Moussa wordt alleen de spits tussen. Maar goed, dit was PlayStation 4. Dik tevreden mee natuurlijk. Verratti is ook verkocht en ik wil even laten zien dat ik boven de 400.000 kom. En zo gezegd, zo gedaan. Dus dat hartstikke mooi. Daar ben ik heel tevreden mee. En dan goed, dan gaan we nu door naar Xbox One. Missie Mark account waar we fucking Elite 3 hebben gehaald. Right mensen, we zijn op Xbox One aanbeland en ik ben zo hyped. Ik krijg een gauw neer 3 informs. En de kans is heel erg groot dat het 3 van de shit informs wordt. Maar voor mijn ego en voor mijn zelfvertrouwen in de game is het al zo goed dat ik überhaupt Elite heb kunnen halen. Met nog niet eens de best mogelijke teams. Nou, 5 spelers zijn verkocht, dat laat ik jullie zo zien. Dat waren mijn eigen verkopen, maar de reden dat ik hoop dat ik het goed doe met Team of the Week is, ik ga hem even laten zien, want ik moet het laten zien. En het is helaas niet Games. Het is niet Games. Maar natuurlijk, Debbende 86 lijken zet. Dan heb je nog derde in vorm Icardi. Spits Eden Hazard, die zou ik zo graag willen. En natuurlijk, second in vorm Paulus Pogbanes. In vorm Thiago en in vorm Reed. In vorm Reed ga ik misschien nog wel kopen. Want hij is even goed als Bailly, nagenoeg, maar hij heeft medium high work rate. En dat is een enorme plus. Plus een normale kaart vond ik al heel goed. Dus Inform Reed zou ik misschien nog wel kopen. Dat is een dusdanig verschil dat ik zeg, oké, die is het geld waard. Maar ik kan ook pech hebben met Informs. Ik kan Plattenhardt krijgen, of Müller, of Briand, of Theodorczyk. Anderlecht spits, dus shout-out naar mijn bovenste kijkers. Alsoma, de Syrische Ibra, als je zo even mag geloven. Maar goed, het kan dus heel erg fout gaan. Maar goed, we gaan dit zien. Ik ben sowieso heel erg tevreden en heel erg dankbaar. Eerst gewoon kijken wat we krijgen. We hebben nog 19.876 coins, maar we krijgen natuurlijk een lekker aantal bij. Sowieso 70.000 coins, een Jumbo Prayer Players Pack en een Premium Team of the Week Pack. Dus 100k pack zoals we die net hadden en het Team of the Week pakketje. En daar ben ik sowieso. Dat kan voor mij niet stuk, weet je. Het kan alleen maar goed zijn. Oké, Jumbo Rare Players Pack eerst. Het is niet heel goed volgens mij. Het is wel een grote flare. Het is een grote flare. Oké, Turan. Dat weet je vrijwel gelijk. Als de grote flare is een Turkse CM, dan is het Turan. En als de CB is, dan is het Toprak. Hij kan verkopen misschien, want hij 84 credit is. En dat kan voor die SBC handig zijn. Kom op. Spot voor 3700. Dat is niet wat ik zoek. Kom op iets. Het is niet veel meer, zeg. Dat valt hem nog tegen. Oké, maar goed. We listen hem voor 3700 coins of zo. We hebben daar in ieder geval nog iets voor. Weet je, alle beetjes helpen op zo'n account. Dat is uiteindelijk de gedachte die je moet hebben. Rose schijnt goed te zijn voor de BPL. Dus, nou ja, ik denk niet dat ik hem ooit ga proberen omdat ik tevreden ben met wat ik heb. Maar ik hoor het. Dus misschien kan ik het aan jullie meegeven. 3600 voor Pedro doen we ook nog wel. Weet je, dat zijn die kleine coins die misschien op een gegeven moment een verschil maken. Dus iemand net wel of net niet kunnen kopen. De rest blijft in de club voor toekomstige SBC's. En wie weet wat de toekomst ons brengt. Qua dat, duplicates niet heel gelukkig mee. Maar ja, weet je, dat kan gebeuren. Weet je, die gaat het gewoon niet altijd meezitten. En dan komt nu het mooiste. Ik hoop, en ik tweette het. Ik hoop van, als ik Hazard pack of Pogba, dan geef ik helemaal niks weg. Retweet als je daar aan mee wilt doen. En dat beviel mensen heel erg goed. Dus ik ga, het is een klein iets. Maar als ik Hazard of Pogba pack, dan beloof ik dit weekend weer te gaan. Nee, dat kan niet dit weekend. Dan beloof ik op 3 januari te gaan livestreamen. Maar dat zal niet gebeuren. Het is een walkout. Het is een walkout, toch? Oh mijn god, ja. Ja. Nee, alsjeblieft. Niet Thiago Silva. Het is Thiago Silva. Kak! Baal ik van. Echt waar. Ik had hoop dat het Pogba was. En ik wist het gewoon. Ik wist gewoon dat dit er moest zijn. Oh, sure. Begrijp me niet verkeerd, ik ben enorm dankbaar. Ik bedoel, het is mijn eerste walkout op dit account. Dit is fucking Inform Thiago Silva en dat is helemaal niet misselijk. Kom op, wat is de rest? Ja, dit zijn Briand en Theodorczyk. Maar
Thiago Silva, zeker weten. Het is gewoon dikke prima. Laten we daar duidelijk over zijn. En we kunnen die andere twee in zo'n simpele tradable squadboarding challenge gooien. Dus Thiago Silva gaat gelijk naar de transferlist. Ik bedoel, ik heb geen League 1 team en geen intenties om die te maken. Maar dat is best wel heel erg goed. Oké, ik heb dus inderdaad maar even gekeken wat zijn prijs was voor Thiago Silva en hem maar gelist. Ik wil ook gelijk naar de transferlist nu om jullie te kunnen laten zien wat ik zoal verkocht heb van mijn oude teams. Ik bedoel, jullie hebben immers de teams gezien in de afgelopen runs. Overigens, bedankt voor de support op de twee video's van gisteren. De tweede video van gisteren heeft al bijna 1000 likes. En die van de eerste van gisteren gaat dat vast nog wel halen. Ik bedoel, jullie zijn fantastisch bezig. Maar ik heb Eriksen verkocht voor, ik denk, wat was het dus? Bijna 2k winst, want ik kocht hem voor 6k. Ik heb Hamsik verkocht met iets wat verlies. Ik geloof 500 coins, dus dat kan ik wel hebben. Defoe is er vandoor. Ik bedoel, het was 17k winst of zo. Daar kon ik gewoon geen nee meer tegen zeggen. Immobile is vandoor. Had redelijke stats voor mij, maar het was toch net niet aan het eind. Evra is verkocht voor 1900 coins. Turan en Pedro zijn van net zijn gelijk verkocht. En van Thiago Silva hoop ik dat hij zo meteen verkoopt. Althans, 185.000 coins is de goedkoopste op de markt. Het blijft jammer van die twee, maar het is wat het is. Dit is hoe mijn Serie A team er nu uitziet. Zoals je kunt zien heb ik natuurlijk ook Alexander gekocht op een open bid. Met Anchor voor 8200 coins. Ook een best wel prima deal. Ik had ook Shadow kunnen doen natuurlijk. Maar ik keek op Futhead en ik zag dat zijn physical echt een best wel belangrijke boost hiermee. Naar goede, echt goede ratings. En daarom wilde ik dat halen. En Dybala voor 130.000 coins. Nou, de afgelopen 2 dagen is zijn constante prijs voor een normale kaart 130.000 coins al geweest. En ik had hem voor 130k, inclusief Hunter. Dus ik vind dat een net wel mooie bonus. Dit hele team is nog niet af natuurlijk. Ik bedoel, hij blijft er niet in. Hoe heet hij überhaupt? Biglia. Is volgens mij X-Anderlecht? Of zeg ik nou... Ja, misschien zeg ik nou iets heel stom. Maar goed, dat is hoe we dit team houden. En ook het BPL team natuurlijk nog enigszins aanpassingen nodig. Want Milner gaat niet blijven. En Boyan en Benteke gaan niet blijven. Maar dat is, weet je, dat is afhankelijk van wat er zo nog verkoopt. Etcetera, etcetera. Het zou fijn zijn als Thiago Silva nog in deze video verkoopt, dan kunnen jullie nog zien wat ik daar misschien mee ga doen qua coins. En ja, oké, wat er gebeurt met die Thiago Silva, dat zien jullie dan binnenkort. Maar bij de volgende Mission Mark aflevering zal ik het wel laten zien. In ieder geval, ik ga mijn teams en dergelijke nog aanpassen. Als jullie nog suggesties hebben, laat me dan vooral achter in de comments. Dan kan ik er misschien nog tijd voor nemen. Overigens, als je dacht dat ik nu veel haar had, rip daarmee dus. Want dat gaat er vanmiddag af. In ieder geval, ik dank je voor het kijken. Hopelijk heb je genoten. Als dat is, doe vooral een duimpje omhoog. Ik bedoel, ik had Verratti, ik had Matuidi op mijn andere account. Wat me over de 400k heeft getild uiteindelijk. Op dit account had ik een 90 rated walkout speler. Wat... Daar ben ik gewoon best wel heel erg tevreden mee. Weet je, kun je al lang of kort over doen. Maar het is gewoon, het is nog steeds dik prima. Hij gaat verkopen, dat is het mooie. En ik had 84 PSP's die verkopen. Sterker nog, ik weet dat ik ze ook op mijn bank heb zitten, maar dat is niet belangrijk, hè. Ik zag net dat ik ook nog deze beste man in mijn club heb. En hij verkoopt ook op het moment. Niet zo'n beetje ook zelfs. Het zou best kunnen zijn. Kijk, 7k nog? Nee, dat sowieso niet, want daar zijn er iets te veel van. Want hij verkocht gisteren een heel lange tijd voor 6. nog wat k, dus... Oké, wacht. We zijn nog even niet klaar met de video. Oké, terwijl ik Jonas de prijs opzocht, is Thiago Silva dus verkocht. Dus we zitten nu op 274.000 coins op dit account. Waar nog wat aankopen van gaan gedaan worden. Maar ik ben echt... Ik ben zo blij. Dat Thiago... Weet je, uiteindelijk had ik natuurlijk... Ik had Hazard gewild. Of Pogba. Maar Thiago Silva is wel echt veel waard. En dat is hartstikke mooi. Dus we gaan hem listen voor 6200 coins. Dan zal hij wel verkopen zo meteen. Dat is waarschijnlijk. Ik bedoel, ik keek op de markt. Er was eentje van die al 1,5 minuut op stond. 6500 buy now. Dus 6200 gaat het sowieso doen. En ja, zo gezegd, zo gedaan. Dan zitten we nu op 280.000 coins op dit account. En ik denk dat dat voor nu even genoeg is voor deze rewards video. Waarin ik ook mijn teams laat zien. Dus dankjewel voor het kijken. Hopelijk heb je genoten. Ik ben jullie zo ontzettend dankbaar. Ik probeer het elke keer weer te zeggen. Maar gewoon support op een serie als Missie Mark. Waarin ik natuurlijk hoop dat ik steeds meer mensen daarvoor kan interesseren. Want uiteindelijk is dat toch een van de mooiste manieren om een FIFA club op te bouwen naar mijn mening. Maar ik zie jullie hopelijk morgen weer bij een nieuwe video. Vergeet gewoon die duimpje omhoog te doen en te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. En ja, ik zie jullie morgen voor de zoveelste keer. Joejoe.